De schaal van Saffir-Simpson is een schaal die in de meteorologie wordt gebruikt om tropische cyclonen naar hun windkracht in te delen. Er zijn 5 categorieën en hoe hoger het getal, hoe zwaarder de orkaan. Herb Saffir ontwikkelde de schaal in 1971 en in 1973 werd deze in gebruik genomen. Saffir was een bouwkundig ingenieur en hij koppelde de windsnelheden aan de schade aan simpele huizen. Later heeft meteoroloog Bob Simpson nog 2 factoren aan de schaal toegevoegd, namelijk de hoogte van stormvloed en luchtdruk. De schaal werd bekend onder de naam Saffir-Simpson Hurricane Schaal. In 2010 heeft het National Hurricane Center de Saffir-Simpson schaal vereenvoudigd tot alleen een windschaal. De Saffir-Simpson Hurricane Wind Schaal. En feitelijk zijn alleen de elementen die Simpson heeft toegevoegd er weer afgehaald, maar zijn naam bleef wel gekoppeld aan de schaal. Het schrappen van de minimale kerndruk en stormvloed was noodzakelijk omdat deze waarden te vaak afweken met de schaal. De hoogte van stormvloed is mede afhankelijk van de helling van de zeebodem waar de storm aan land komt. En te vaak was dan bijvoorbeeld stormvloed heviger of minder hevig dan wat er in de schaal stond en dat leidde tot grote misverstanden. De huidige schaal kijkt dus alleen naar de maximale gemiddelde 1 minuut wind en houdt geen rekening met andere potentieel dodelijke weersomstandigheden, zoals extreme neerslag, overstromingen, tornado's en stormvloed. We spreken van een categorie 1 orkaan wanneer we te maken hebben met windsnelheden van boven de 119 km per uur. Voor alle andere gevaarlijke en extreme weersomstandigheden worden aparte weerberichten gemaakt die naar het publiek worden gecommuniceerd.